Zo mooi groen alweer, hè? Dat mos, hè? Ja. Dit moet het zijn. Zo, hé, wat een uitzicht. Ja. Ook direct een van de drukste souvenirswinkeltjes straat. Strand Vegan is namelijk een straat waar heel veel rijke Zweden in de 19e eeuw hun stadspaleisjes bouwden. Super gave uitzicht. Wat een pand, hè? Hallo lieve mensen. Hallo, hallo. Zijn we weer. We zijn ondertussen vlakbij Stockholm. We zijn op het eilandje Lofoten. En de komende dagen gaan wij Stockholm verkennen. Wel al in de provincie Stockholm, hè? Ja, precies. We gaan ook echt de provincie een beetje verkennen, want er is heel veel te zien. Buiten de stad om alleen. Dus we beginnen met een lekkere wandeling. We zijn al helemaal in het bos. Ja, in een natuurreservaat. Ja. En we hadden wat moeite om hier te komen, want het is ook een militair terrein. Dus we werden even goed ondervraagd wat we hier deden. Ik denk dat ze gewoon bezig zijn, dat het echt niet altijd zo is. Nee, dat is echt een militaire oefening. We staan hier aan het einde van een eilandje, zeg maar. Ja, we mochten erheen, we mogen hier niet slapen. Dus nee. We moeten hier wel straks weer weg. Dat geeft niet, we gaan eerst even lekker wandelen. We hebben hier een beetje een wandelkaart. Dat is gunstig, het is een heel groot nature reserve. Lovo Nature Reserve. Ja, en hier staan wij nu. Dus even kijken wat voor routes er zijn. De langste 17 kilometer zie ik wel, Lovo Trail, maar er zijn ook 3,3. Ja, ik denk dat wij, dan moeten we wel eerst daarheen lopen. Wit en rood, ja ja. Dat is misschien niet erg, maar... Folders, dat is altijd wel handig, want ik denk dat we gewoon een combinatie doen. Want je kan hier dus ook komen met de auto, maar hier is een hutje. En hier staan ze helemaal op, hier staan ze maar half op. Oh, dat is wel gunstig. Neem we die mee. Ja. Dit is het hele eilandje wat je ziet. Ja. En hier kan je dus ook nog doorrijden naar een ander eiland. Dus het is echt super groot. Daar Stockholm is heel veel eilanden. Ja, maar veel natuur ook wel dan. Heel veel natuur, ja. Heel veel natuurreservaten, zoals nationale parken. En heel veel water, ja, natuurlijk. Super mooi, want dit is natuurlijk alweer zoutwater, brakwater. Het is van de zee. Ja. Het is de archipel van Stockholm. Ja. Heel cool. Nou, dan denk ik dat we vanaf hier gewoon deze route lopen. En dan proberen we hier ergens te komen. Hierheen. En dan kom je ook bij rood uit. Ja, maar wat zijn die R'en? Is dat niet een rune of zo? Wat is dat? Is dat niet van... Staat er weer niet op. Nee. Volgens mij zijn hier wel van de net iets wat we zagen van die Vikings herdekking. Ja. Dat je van die runestenen hebt. Want dit lijkt wel een teken van een rune. Ja, van Dita Graf. Dus dat klinkt van die misschien tekst die erop staat. Het lijkt een graf. Ja. Dus ik denk dat we dan gewoon hierheen en dan pakken we die rooi of zo. Ja. We verzinnen het wel weer. Staat hier wat in over die R? Hier is een ding. Nou kijk, ik zie het hier staan. Dit bedoel jij? Ja, runen. Dat zijn gewoon rotstekeningen. Ja. Dus die tekening heb je hier wel gezien. Een eiland verderop heb je ook een Viking museum. Waar een heel oud Viking nederzetting is gevonden volgens mij. Ik noem het Vikings, maar het is gewoon mensen van toen. Geschiedenis. Ja, klaar voor? Ja, gaan we gaan lopen. Het is hier spekglad, dit ijs. We hebben de spikes mee. Ja, we zijn nu op onze wandelschoenen, dus... Ik denk dat het in het bos niet nodig is. Nee, denk ik ook niet. Dus je ziet wel, het is gewoon helemaal groen hier. We staan midden in een dennenbos. Ja. En als alleen de parkeerplaats is wel plat gereden, is sneeuw. Snowboots zijn echt niet meer nodig nu. Die gaan even in de garage, denk ik. Die hebben we even opgeborgen, ja. Dan duiken we hier direct het bos al in. Paas oranje de volgen we eerst. Ja, mountainbike route. Wat zeg je? Een stippen op de boom. Ja, staan er genoeg. En het voelt ook wel weer een beetje gek om in zo'n groen bos te lopen. Ja, het is helemaal niet fris. Nee, het is 2 graden of zo. Ja. Het is heel lekker weer. Maar even geen witte wereld meer. Maar goed, de winter is nog lang niet voorbij in Zweden. Nee, volgende week werd het alweer kouder, zag ik. Ja, dus het kan zo weer helemaal wit zijn. Dus we genieten er ook even van. Ik vind het ook wel weer lekker even. Jawel. Loopt gewoon wel wat makkelijker. Dat zeiden we in het Nationale Park ook. De sneeuw is heel mooi om te wandelen. Maar niet handig. Niet handig, want je kan niet echt handig lopen. Je ziet de paden niet. En de nationale parken zijn dan nog oké, maar de natuurreservaten, daar wordt niet in gewandeld in de winter echt. Nee. Zo, het water staat hier hoog, hè? Het is drassig. Het is heel nat. Plankenpad. Wel nodig. Ja, kan je er een beetje komen dan überhaupt? Ja, door de blubben. Door de blubsie. En de jas omhoog. Slaapzak omhoog. Hij heeft ook nog een beetje ijs, hoor. Oké. Dan hepen ze weer de reetjes. We jagen ze al weg voordat we ze zagen. Weet je eigenlijk waardoor ze zo erg opvallen? Die witte konten. Die witte kontjes, ja. Kijk nou wat een huis hier ook. Zo, groot ook. Mooi, hè? Palentbos. Bordjes. Ja, we zouden misschien naar de parkeerplaats, maar dat hoeft dus niet. Nee, we kunnen hier gewoon rechtsaf. Ja. Lovo rund, denk ik.
Spikes gaan toch om. Beter, hè? Denk het wel, want het pad is zo ijs. Het loopt echt irritant. Ja. Hatschik. Hatschik. Wow. Echt ideaal, hè? Ja, wereldwijd verschil, joh. Ja, echt wel. Zo mooi groen alweer, hè? Dat mos, hè? Ja. Prachtig, ja. Dit is al een beetje het verste punt van de route. Volgens mij moet hier ergens een hutje zijn. Ja. Die uitkijkt over het water. Op het puntje. Wat een uitzicht. Hier is een vuurplekje. Ik had gedacht dat het een hutje zou zijn, eerlijk gezegd. Het is gewoon een vuurplekje. Het lijkt wel een beetje zelf gemaakt. Ja. Oh, hier is het hutje. Wat een hout. Zo, dat is echt een serieus... Dit ziet er nieuw uit. Kampeerplekje. Gave plekje. Oh ja. Het ziet er nieuw uit. Ja. Het is wel modern. Kijk. Oh, vleestang. En een supermooi uitzicht over het water. Het ijs. En volgens mij, ja, dit water komt dus van die meren waar we ook bij Vasteros waren. Alleen het is wel brakwater volgens mij. Maar het loopt nu helemaal naar de archipel van Stockholm. Ja. Koud? Nee, het is geen zoutwater, ook geen brak. Oh. Het is gewoon zoetwater. Dan moet je nog dichter bij Stockholm zijn, bij de zee denk ik, dat dit nog allemaal van het binnenland komt. Ja, dat denk ik ook. Behoorlijke voorraad hout ook, maar wij... geen vuurtje deze keer voor ons, we gaan verder. Moeten nog klimmen ook? Zo, wat een rots, hè? Ze noemen het een foxstone. Er zitten heel veel vossen onder, schijnt. Ja, je ziet wel veel gaten. Gaten, en in maart, april schijnt dat je heel veel eten aan de buitenkant kan zien liggen, omdat ze dat buiten een hol bewaren of zo. Dat is nu dus absoluut niet. Nee. Maar dit is er echt wel één, denk ik. Ja, het is echt een massieve kei, hoor. Meerdere. Heel veel bij elkaar, ja. Geen vossen voor ons. Nee, het is ook niet het seizoen dan, maart of april. Nee. Hier is die andere parkeerplaats. Ik denk dat wij hier eens omhoog waren gekomen. Dit is wel echt wel zo'n steile ijsbaan hier. Ja. Grote kaart. En hier zijn we nu. We hebben al best een stuk gelopen hier helemaal omheen. Zo, zo, zo. Ja. Nou, dan kunnen we rechtstreeks terug. Dit hebben we al gelopen, dus we pakken wel gewoon die anders. Gele. Zo. En dan paarse laatste stukje. Ja, doen we dat. Ja. Nog 2 kilometer of zo. Je hebt hier een stuk meer. Je hebt hier ook allemaal rolstoelroutes of zo. Ja, dit gaat helemaal over het hele park inderdaad. Ja. En hier heb je het slot waar we binnenkwamen. Nou, je hebt hier dus heel wat te wandelen. Echt wel. En het slot, daar reden we langs op de heenweg. Dat is wel heel mooi. Misschien, ik weet niet, het is echt een paleis of zo. Ja, het lijkt ook weer niet zeg maar op een kasteel zoals wij dat voor. Het is volgens mij. Nee, het is volgens mij een operazaal, zag ik ook. Ja. Theater, dus misschien kunnen we op de terugweg nog iets kijken, maar... Ik weet niet of we er makkelijk bij kunnen kijken, zeg maar. Nee, dat weet ik ook niet. Kalkala? Volgens mij is het een waterput. Kalkala, toch? Kalkala. Hij heeft ook een trechter. Volgens mij is het gewoon een waterput. Waar je water kan vullen. Hoep, kom op. Je gaat het. Ja. Huh? Is het drinkwater? Ja, schijnt. Zo, hé. Beest. Ik denk dat je gewoon die trechter kan gebruiken en dan hou je vinger erop, schep je en dan doe je hem in je fles of zo. Ja. Denk het. Lekker fris. Hier moeten we links. Geel? Ja, dan komen we bij de auto. Daar is de busje weer. Aardig rondje. Dat zijn nog iets 6,5 of 6,5, ja, best rondje. Ja. En we hebben ook besloten om gewoon hier te blijven. Die man die was ook gewoon een beveiligingssecuritas van die militaire oefeningen. Die is hier niet. Dat is aan de andere kant bij de kazerne. Ja, en wij hebben gekeken toch of het mocht helemaal geen 2 dagen staan. Ja, op de folder staat dat hij gewoon mag slapen. Het is ook gewoon een bekend slaapplekje. Dus ja. Niet te moeilijk doen, we blijven hier gewoon. Ja. Het is ook al laat, de zon is weg en het wordt donker. Het is hier al wat vroeger donker, omdat we zo ver in het oosten zijn. Ja, 4 uur gaat de zon al onder, toch? Ja, alleen dus 's ochtends wel eerder licht. Ja, dat wel. Dat is iets voor lekker. 8 uur. Dus blijf hier lekker staan. Ja. En dan gaan we morgen Stockholm verkennen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn in Stockholm. Vandaag gaan we even de stad bekijken. En
het is top weer. Het waait wel, maar... Het is wel een fris windje, maar het is strak blauwe lucht. Ja. Mooie blauwe lucht. We hebben een plekje, al een klein stukje lopen. Een beetje buiten de stad, want parkeren is natuurlijk ongelooflijk duur. Overal. En wij willen ook gewoon veel zien. Dus we gaan lekker een stukje lopen. Ja, en het is niet eens omdat het alleen per se duur is. Maar de vraag is, hoe kunnen wij helemaal midden in de stad komen? Ja, dat is het. Het is vaak te krap. En nu hebben we in de haven een mooi plekje waar we best wel goed kunnen parkeren. Ja. Dus aan de overkant van het water eigenlijk. En er is ongelooflijk veel te zien. Maar het gaat een beetje om dat kleine eilandje. We zijn er al overheen gereden een beetje, maar dat is het oude gedeelte. Dus daar gaan we heen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb al onderweg hele mooie panden gezien. Zeker, ja. We lopen hier langs het water. En dat is dat eilandje. Daar is het ook. En dit is volgens mij dat oude stadhuis. Als ik het goed heb. Ja, inderdaad. Want die had zo'n hele grote gouden toren. Ja. En dit is ook al een super mooie kust, hè. En hierboven is dus een berg. En die berg schijnt een heel mooi uitzicht te hebben. Ja, over de skyline. Ja, we twijfelen een beetje. Het is wel weer 10 minuten omhoog, maar we gaan het gewoon doen. Ja. Want het is blijkbaar een van de mooiere uitzichten over de hele stad. Ja, het is 10 minuutjes, dus we gaan even omhoog lopen. We hoeven in ieder geval daarna niet meer omhoog. Nee. Want dan zijn we op het hoogste punt. Ik denk het ook, ja. Want daar is het uitzichtpunt ook al, die hoek. Ja. Dus we moeten even slingeren hier zo. Ik denk dat het wel waard gaat zijn, want de zon die schijnt nu super mooi op dat gedeelte van de stad. Ja, dat is straks misschien wel anders. Ja. Dit lijkt het pad op de kaart. Bovenaan is ook een trappetje, dus dit had ik niet verwacht te doen in de stad. Nee. Rots beklimmen. Zo. We kunnen er boven. Oh. Cool. Daar kunnen we nog heen. Wow. Trek me doen. Dit moet het zijn. Zo, wat een uitzicht. Ja. We hebben een vuurtje gestoken. Ja, ik heb het er direct warm van. Ja. En dat gedeelte daar, dat is Kamlastan, de oude stad. Geen idee hoe ik het uit moet spreken, maar dat is dat eilandje daar zo. Dat is... Je ziet het haast niet eens nu dat het een eiland is. Nee, natuurlijk. Die weg, die snelweg loopt er doorheen. Je ziet het haast niet, nee. Echt een hele gave kustlijn. Ja. Langs het water. Maar de zon die gaat dus onder, boven de stad, hè? Dus nu zie je aan de andere kant. Dus ja. Daarom zitten heel veel mensen hier ook altijd. Ja, ik denk het ook, inderdaad. In het westen. Ja. Het is een hele mooie plek. Ja. En het stadhuis, dat zien we nou ook wat beter, inderdaad. Ja, je ziet nu wel dat het water daar bij die brug, daar loopt het water door rechts bij die auto's. Ja. Het is echt een mini-eilandje. Het is ook wel grappig, want de helft is kruiend en de andere is heel glad, het ijs. Ja, inderdaad, want daar varen de boten nog. Ja. Dat is gewoon kapot gemaakt waarschijnlijk. Prachtig uitzicht, maar het waait hier aardig. We gaan nu de stad inlopen, maar we kunnen hier boven langs volgens mij, want er is nog een straat met ook zo'n mooi uitzicht. Ja. Montelius Vegen heet het volgens mij. We hebben alle uitzichtpunten gezien. Volgens mij kunnen we gewoon boven langs blijven inderdaad, dat loopt wat makkelijk. Hè? Ja. We moeten ergens hier over de berg heen. Dit is waar we naar op zoek waren. Dit? Montelius Vegen, dat is het badje. Dit is een hele oud hoge straatje schijnt, hè? Ja, het doet me gewoon een beetje een park denken, maar... Ja, het loopt ook een beetje door een groen park. Ja. Ook een oude straat met een van de mooiere uitzichten, zeg maar. Ja. Dus een hele oude woningjes, dit. Zo, die mensen hebben altijd een mooi uitzicht, ja. Echt wel. Zo moet je het gewoon voor je zien. Zo, hé. Het is ook hoog. Ja. Super mooie gouden koepels over, of zo, daarboven. Sowieso allemaal mooie kleuren, die panden hier. Ja, heel mooi. Mega groot. 1889 staat erop. Nu zie je het een stuk beter. Ja. Het is een heel mooi paadje. Ja, dit is het eiland weer. Het is eigenlijk ook geen weg. Het is gewoon een parkpad. Een wandelpad, ja. Zo, hé, wat is dit? Maria Hissen heet het, maar wat het is? Ja, een kerk, denk ik. Lijkt haast een kerk, hè? We staan gewoon bovenaan. Heel cool. Zo zwart. Daar moeten we nu langs lopen. Daaronder langs komen we dan uit. Een stukje naar beneden. Ja. Het is een soort loopbrug of zo, hè? Zagen we net al. Volgens mij kom je dan heel mooi bij dat gebouw uit. En dan loop je eigenlijk op die kerk af. Ja. Wat apart. Ja? Je loopt hier gewoon boven langs in die gebouwen. Grappig. Dit is dus dat gebouw, Maria Hissen. Geen idee wat het is. Heel mooi hoekje zo. Maar we moeten naar beneden. Ja, anders komen we er nooit. Nee. Konkvaak til Gamlastan. De brug? Ja, denk dat in ieder geval naar de oude stad. Denk het ook. Nu zien we beter waar we wegkwamen. Dat is dat gebouw met die zwarte koepels. Daarboven kwamen we helemaal vandaan, helemaal daarachter. Er zijn zoveel van die iconische oude gebouwen in deze stad. En ook heel veel die je vanaf elk punt ziet. Ja, klopt. Nou, wij zijn, we zeggen altijd dat we helemaal geen stadsmensen zijn, maar zo'n dag in zo'n mooie stad met al die mooie gebouwen, dat vinden we heel gaaf. Ik denk dat ik hier ook al 2 dagen natuurlijk. Ja, makkelijk. Nee, het is weer lastig. Gewoon gaan blijven. Ja. Als
Want ik had net ook nog een bordje gezien dat de plek waar wij stonden, staat wel verboden te kamperen. Oh ja. Dus je mag daar s'nachts ook niet overnachten. Oké. Okay. Nee. Gaan we ook niet doen. Nee. Dus we proppen het altijd lekker een dagje en dan zijn we er ook vaak weer klaar mee. Ja, dat is waar. Het is altijd wel een compleet chaos en we lopen ook altijd heel veel. Maar, ja. Maar we zijn goed voorbereid. Ja. We hebben brood gesmeerd. Broodje mee. Ik had water mee. Ja. Komt wel goed. Riederholmen. Dat is een beetje de linkerkant van het eilandje waar we nu zijn, dit. Ja. De grote kerk. Paleis en de kerk. Kerkpaleis. Ja. Het is echt een kerk uit het jaar 1300 of zo. Dus we lopen hier gewoon een rondje omheen voordat we de weg oversteken. Ja. Dit is de kerk al. Zo hé. Grote kerk. Hier zit ook een plein of zo daar. Oh, af en toe waait het hard, joh. Ja. Zo vanaf het water. Ijskoude wind. Ja, hier is het plein. Dat is ook een soort paleis of zo, dit. Dat is roze, toch? Ja, volgens mij ja. Oh, dit is het paleis. Hier roze, mooi. Ja, dat is mooi. Die frut sneeuw, joh. Ze moesten toch ergens kwijt, nou maar op het plein. Ziet er niet uit. Nee. Maar die kerk is wel echt super mooi. De Riederholm Church. Nou, filmen we net tegen de zon in natuurlijk. Maar hij is wel cool. Behoorlijk groot. Ja. Grote gouden koepels ook. Zie ik wel veel bij die kerk. Nou, de andere kant van het eilandje. Ja. Er is ook heel veel te zien, dus slingeren gewoon een beetje rond. Ja. We willen misschien ook wel weer naar de andere kant van het eiland, naar de noordkant, zeg maar. Ja, in dat geval is het best een grote stad om alle mooie dingen te kunnen zien. Ja, want heel compact. Nee, want wij staan inderdaad allemaal naar het zuiden. Dit is de weg die alles een beetje verbindt. We weten ook echt niet wat alles is. Ridders, hoe zet, maar waarom? Geen idee. Het is een heel mooi gebouw. Zoveel mooie straatjes, maar volgens mij komen we bij een pleintje uit daar zo. Wat een mooie straat, hè. Al die kleuren. Het loopt ook een beetje naar binnen. Ja, een beetje taps toe. Ja, dat vind ik wel leuk. Mooie roze kerk. Echt, die gebouwen die zijn ook zo mooi gekleurd. Zo, nog mooie straat, hè. Volgens mij moeten we door dit poortje. Hier komen we uit bij een heel oud plein, volgens mij. Branding Storgetplein. Ja, dit moet het zijn. Echt? Ja. Het is een beetje een bijgebouw van de kanselarij. Ja. Een binnenplaats. En er gaan allemaal steegjes leiden naar het plein dus. Het is helemaal rond. Ja. Heel apart. Er is geen kip. Er is niemand. Wel een naakte vrouw. Ochtend betekent ze. Ochtend? Ja. Oké. Okay. Hier gaan we allemaal van die poortjes naar die straat. Pakken we wel even dat winkelstraatje. Ja. Ook direct een van de drukste souvenirswinkeltjes straat van ja, de toeristenstraat, dat zie je ook wel hè. Prestkatan. Hele mooie straat in ieder geval. Ook een van de oudste straatjes. Super mooi gekleurde panden. Dit is de Duitse kerk volgens mij. Ja, die Duitse kerk volgens mij. Heel cool. Zoveel kerken hier midden in het oude stadje. Deze straat die komt dus ook uit bij een heel klein steegje. Ja. Gaan we eens even omhoog pakken. Die op zo smal als 90 centimeter is. Dat is echt heel smal, ja. Ja. We dachten net dat we in een andere straat liepen dan dat we lopen. We lopen niet in die... Niet in die toeristische straat. Nee, ja, het is wel de winkelstraat, maar het is de Westerlongatan. Ja. Dit moet er zijn. Morten Trotsikskrant. Hij is donker. Zo. Gaaf. Boven ziet smal, zie ik al. Oké. Okay. Het is nog niet heel smal. 90 centimeter is ook nog best breed, maar het is wel heel grappig. En ook een heel oud steegje is het ook. Heel grappig, een stuk omhoog gelopen ook. Maar echt super donker. Ja. Maar dit is dus Prestkatan, maar we snappen niet. Die informatie die we hebben, die lijkt niet helemaal kloppen. Het is wel een klinker straat, maar het is niet echt een drukke toeristische straat met winkeltjes. Ik denk dat de verkeerde naam bij zit van de straat dan, want dat is sowieso de toeristische straat met de winkeltjes. Ja. Maakt ook niet uit. Het is wel een hele iconische straat. Met heel veel oude gekleurde gebouwen. Misschien komen we er straks nog langs. 1630 staat erop zo. Dat was een beetje het uiteinde. Gaan we een beetje teruglopen? Ja. Gaan we nog wel langs voor die kerken? Want we zien elke keer een heleboel kerken. Maar laten we even kijken of we dichterbij kunnen komen. Ja, maar eigenlijk is het toch mooi als je iemand van verop ziet. Ja. Lastig op te zoeken. Maar het is in deze stad, het is best wel krap en nauw allemaal. Het is sowieso een beetje lastig te zien en te filmen ook. Ja. Wow. Dit is de Tietzka-kerk. Een Duitse kerk. Ja. Beetje vaag verhaal, maar... Hij is wel mega mooi. Ik vind hem echt gaaf. Ja. Behoorlijk windje hier. Wel echt behoorlijk hoog ook. Museum. Nobelprijsmuseum. Svenska Akademien. Zo, dat is zijn mooie
Wow. Die zijn mooi gekleurd. Ja, heel mooi. Cool. Heel gaaf plein. Grote fontein. Die doet het niet meer volgens mij, maar nu vast ook niet. Misschien in de zomer. Zo, hé. Heel cool. Die kant moeten we ook op. Ding dong. Want hier is de kerk, de Storkkerken. Een grote kerk. Oude telefooncel. Leuk. Kijk er eens in. Ja, daar hangt nu een AED in volgens mij. Ja. Ah, wat leuk. Wat grappig. Ja. De Rieks telefoon. Oh, het is echt 2 graden volgens mij, maar die wind die is zo koud. Ik denk dat het hier, dus het hier inderdaad echt gewoon zo koud is. Wind 10 en 11. Nou, ja. En er staat een wind. Zo. Ik voelde het even 50 graden kouder. Ja, dat denk ik wel. Het waait echt hard, joh. En onze laatste stop op dit eilandje is het paleis. Ja. Hier hebben ze een militaire wacht volgens mij, zal te zien. Oh, dan wisselen ze misschien. Nou, ze zijn nu aan het sjouwen met spullen. Wow. Wow, echt groot, hè? Want dit is het Stockholm Slot. Super groot gebouw en dat zien we niet helemaal, maar het is compleet vierkant. Dus al deze muren keer 4, zeg maar, zo groot is die. Ja. Heel gaaf. Kun je alleen van bovenaf goed zien. Ja, heel cool. Er staan ook militaire wacht, die zullen wel goed aangekleed zijn. Zo, ja. Waait die behoorlijk. Ik heb ook beste wapens bij hun. Ja, heel vet, hè. Kungsliga Slotted, de Royal Palace. Kijk, zo zie je hoe groot het is. We staan hier voor één zo'n muur. Oh ja, dus helemaal... we stonden net hier. Dus ja. Alleen dit. Dat is dat ronde hier zo. Deze ronde bogen. Nou, dat was het oude gedeelte Kamblastan wel. Ja. Gaan we nou eens even naar de noordkant van de stad. Gaan we weer oversteken. Oversteken, een andere brug. En even het moderne gedeelte opzoeken. Ja, de winkelstraat. Want dit is wel gewoon heel toeristisch, dat zie je. Ja, inderdaad, ja. Daar hebben we wat meer winkels. We kunnen misschien even wat warmte opzoeken, want het is toch echt best wel koud hier zo in het open. Ja. We zijn nu in het nieuwe centrum. Ja, de winkelstraten. Behoorlijk grote straten. Zelfs allemaal winkels onder de grond daar. Ja. Ook heel gek. Het kruist hier wel een beetje. En daarachter is dat stadshuis, maar we kunnen misschien wel eerst even gewoon door deze hoofdstraat lopen. Ja, het is echt lang, joh. Ja, heel lang. Cool. Een begroeid gebouw. Hier ook, ja. Ja, wat moet je ervan zeggen? Druk. Niet heel veel charme op zich. Het is wel mooi. Zeker, het is wel een hele mooie drukke winkelstraat. Dit zijn wel hele mooie panden. Mooie straat, hè. Dat was de hoofdwinkelstraat wel even. Ja. We hebben nog een beetje één hoek die we nog niet hebben gezien, die we nog wel graag willen zien. Ja, en er schijnen ook wel hele mooie panden te zijn, dus ik ben wel benieuwd. Het is een beetje aan het water, en ook aan deze kant van het water, zeg maar. Ja. Iets verder weg nog, dus een stukje lopen. Ja, het is een mooi eindje vandaag. Ja, zeker, maar het is allemaal wel waard, dus we gaan nog een stukje lopen. Ontzettend drukke kruispunt hier. Mega grote gebouwen ook, hè. Zijn er dat toch gebouwen zijn? Ik weet het niet. Grote torens. Maar we moeten een beetje die kant op. Het is de minder mooie kant van zo'n grote stad. Kulturhuset. Al die flatgebouwen, kantoorgebouwen. Kulturhuset. Cultuurhuis, theaterhuis of zo. Stadstheater, dat is het volgens mij. Groot, maar niet heel mooi, hè? Nee. We gaan eens even een beetje opwarmen in een winkelcentrum. Dat is wel leuk om te kijken, toch? Ja, Galerian. Het is zo groot, we moeten een folder hebben om de wc te zoeken. Dat is toch wel handig. Het is aardig groot, dit. We moeten naar beneden, zegt hij. Genoeg opgewarmd, heerlijk. Het valt nou ook wel weer mee als je hier bent, maar hier waait het ook echt. Precies, ja. Als je een beetje in de straat bent, valt het mee. Ja. We gaan nu wel weer naar het water, want we lopen nog even langs een soort markthallen, voethallen. En dan, dan de laatste straat een beetje. Ja, ook weer een bekende straat. Ja. Dit is alweer een heel nieuw stuk van het winkelcentrum. Een winkelcentrum erachter eigenlijk. Ja, weer met eigenlijk allemaal dezelfde winkels als het vorige waarschijnlijk. Zo, dat is een gebouw, hè? Ja. Een theater is het. Tramanten.
Vaak zie je dat gouden juist boven, maar niet op de gevel. Onderkant. Zo. Nee, heel cool. En hier moeten we ook ergens naar binnen oversteken in ieder geval. En hier zijn we weer bij het water. En straks komen we dan daar ergens uit, bij die straat. Dat is weer langs het water. Ja. Het is een heel pretpark daar of zo, hè? Ja. Super groot in de stad. Zo, hé. Behoorlijk wat goud. Ja. Althans, zo lijkt het. Dramatiska Theateren. Vaak een theater, hè, dat hij er zo mooi uitziet. Saluhal, moet het zijn. Gaan we even kijken. Ja, de markthallen. Dat waren de Saluhallen. Het is ook een super mooi gebouw van buiten. Maar wat raar dat daar een half been staat. Een half been? Nee. Oh, in de ingang. Tegen zijn. Zijn we net langs gelopen, maar dat wist ik niet eens gezien. Ja, maar wij kwamen daar naar binnen. Maar het was wel heel leuk. Het was echt een beetje een combinatie van lekker eten, maar ook gewoon restaurantjes. Ja. Marktachtig idee. Klopt, beide inderdaad. Maar wel heel luxe. Zag er super mooi uit. Ja, inderdaad. Het zag er allemaal een droge plek in. Ja. Kijk, deze gekke botjes, die kunnen ze naar beneden klappen. Deze is dan toevallig naar beneden geklapt, maar dat is voor de sneeuw die van het dak af kan vallen. Ik denk omdat hier een regenpijp zit misschien. Ja, maar ze zitten hier overal op de gevels. Ja. Gewoon omdat die daken een beetje oversteken, dat als er sneeuw vanaf kan vallen. Dat zal helemaal gebeuren, schrik je ook dood. Ja, ijs. Zo hé, hey, zijn we weer bij het water. En dit is de straat die wij zochten. Ja. Strand Vegen. Ga even naar de overkant. Want dit is de overkant van de weg en hier heb je dus nog een eiland. Super mooi gebouw staat daar wel. Ja. Dit eiland is dus Djurgården, heet het volgens mij, Djurgården. Ja? Daar vind je heel veel musea. Het Abba Museum, Skansen, dat is een heel groot museum. Ja, en met het schip, toch? Ja, met het schip, Vasa Museum. Ja. En dit grote gebouw, dat is het Nordiska Museum. Dus super veel mooie gebouwen en musea, maar wij slaan de musea over. Ja, we krijgen er altijd heel veel tips over van jullie, maar daar zijn we niet zo van. We zijn niet zo van de musea, nee. En ook al vind ik het wel gek, heel gaaf soms. Dat Vasa Museum, ligt een heel oud schip. Dat lijkt me heel gaaf om te zien, maar houdt het ook gauw mee op, zeg maar. Dus, ja. Maar het geeft niet. Ik vind de panden vaak wel mooi. Ja, we kijken in ieder geval heel even bij dit museum. Pand. Ja. Niet zo heel tof. Deze kaart verduidelijkt even wat wij zeggen, want we staan hier bij die weg. En hier heb je dus een mooie poort naar een park. Dit is dat. Nordiska Musea, hier heb je dat Gafle Musea. Nou ja, het hele eiland dat heeft echt super veel musea's. Ja, bijna is, alleen maar. Ja, het heeft een heel mooi park waar je kan wandelen ook. Dus het is wel heel gaaf. En hier is dat park al volgens mij. Maar voor ons iets te groot nu om nog te doen. Ja, we hebben al veel te veel gelopen. Ja, het lijkt wel een kasteelkerk of zo. Ja, het is echt super groot. Nordiska Musea. Nou, we filmen te veel tegen de zon in. Maakt niet uit. Wij kwamen ook voor die weg, Strand Vegen, maar daar kwamen we weg. En vanaf deze kant kan je het bijna beter zien, hè? Klopt, ja. Vanaf hier is het juist heel mooi, want nu staat de zon hierop. Ja, perfect. Strand Vegen is namelijk een straat waar heel veel rijke Zweden in de 19e eeuw hun stadspaleisjes bouwden. Het is gewoon een verzamelplek van hun mooie optrekjes, is het? Ja, nou, dat snap ik wel. Ja. En vanaf hier zien we het ook het best. Net stonden we daar, dan heb je een hele bomenrij. Dan zie je het gewoon wat minder. Ja. We gaan hier eens even kijken. Want dit is dus de hele straat. Super mooi, hè? Vooral vanaf hier. Ik denk dat je vanaf hier gewoon niet zoveel ziet. Nee, want hieronder lopen wij straks terug met die bomen. En dan zie je het eigenlijk niet eens. Maar nee. Dit zijn echt allemaal van die oude Zweedse stadspaleizen noemen ze dit. Ja, nou, dat zijn het ook. Ja. Super gave uitzicht. Wat een pand, hè? Het is een beetje moeilijk te beseffen hoeveel we hebben gelopen. Maar daarachter heb je dat kleine eilandje. Die komen helemaal weg. Ja. Dus we gaan nu ook gewoon helemaal teruglopen via die kant. Misschien dat we nog iets tegenkomen wat we net gemist hebben. Ja, ik weet het niet. Ja, je weet het niet. We hebben best wel geslingerd. Oh ja, we hebben nog een poort gemist. Waar we de grote stad in zouden komen, de winkelstraat. Oh ja, via het paleis. We zijn net eigenlijk via de verkeerde kant. De grote winkelstraat. Ja, van het paleis. Dus daar lopen we nog even langs terug. Ja. Dan zoeken we de auto ook weer over.
Maar dit is dus wel de rijke boulevard waar alle paleizen aan staan. En vanaf deze kant zie je er gewoon ook veel minder van, hè? Ja, door de bomen. Ja. Ze zijn er niet eens begroeid. Nee. Het zijn behoorlijke optrekjes, ziet je. En voor jullie beeldvorming, vanaf hier tot de bus is het 4 kilometer nog. Ja. Dus we hebben al behoorlijk uitgelopen, maar het is nog een aardig eind. Het is echt een stad waar je echt door moet slingeren, door de eilandjes en om alles te zien. Het is ook niet dat je één mooi gedeelte hebt. Nee. Je moet echt verschillende wijken gewoon bekijken. Ja, inderdaad. Wij zien ook lang niet alles. Nee, maar het loopt wel lekker. Het loopt heerlijk, ja. Wel heel mooi. Weertje. Heerlijk. Zo, hé. Hey. Wat een gebouw dit ook weer. Vraag me wel af wat er allemaal is dit dan. Ja, woningen of kantoren. Precies, of het appartementjes zijn of zo, dat zal wel kunnen nu. Ja, hierachter schijnen dan de koninklijke stallen nog te zitten. Dan moet je volgens mij die Zijstraat in of zo. We komen toch weer op een plek uit die we nog niet echt gezien hadden. Nee. Mooi park midden in de stad. Waar ze al de sneeuw gedumpt hebben. Ja, daar liepen we achterlangs volgens mij. Ja. Het is wel heel mooi. Zo, wat een herrie van. Van al die vogels. Zitten hier allemaal in die bosjes of zo. Ik zat ze echt te zoeken. Ja, missies. En hier is het paleis weer. En deze poort hadden wij gezien. Daar zijn we nog niet langs geweest. Nee, want hier is de stad al. Ja, dat is de winkelstraat weer. Oh ja. Hier komen we dus uit in het paleis. Dus hadden we ook langs gekund. Maar echt cool. Heel cool. Ja, wat dit dan is. Dit is het paleis namelijk. Ik dacht dat het de poort van het paleis was. Maar gewoon de opening van de winkelstraat lijkt het. Dus gewoon, ja, dat ook. Of de poort tot dit eiland. Dat kan ook. Laatste stukje nog. Daar zijn we begonnen. Daarachter is de auto. Bussie! Yay. Gehaald! Zo hé. Hey. Heel eind gelopen. Hoe ver hebben we gelopen? 14,5. 14,5 kilometer. En dan hebben we eigenlijk nog lang niet alles gezien. Nee, we hebben zeker niet alles gezien. Nee. Die kant van het stadshuis zijn we eigenlijk helemaal niet eens geweest. Nee. Maar dat geeft ook niet. Het kan niet allemaal in één dag. En we hebben ook al heel veel gelopen. Als je alles lopen doet, dan is het gewoon ver. En je kan wel met de metro, maar we vinden het gewoon wel heel lekker. Het was super leuk om te lopen. Dat was heel veel verschillende wijken, straat. Je had geen saaie straatjes of minder leuke plekken eigenlijk. Nee. We hebben heel vaak gezegd dat we het hele mooie gebouwen vinden. Maar eigenlijk is ook alles mooi in die stijl. Ja, super mooi. Ja. Alleen de hoofdstraat is echt best wel modern, maar de rest, alles eromheen heeft echt wel alleen maar mooi gebouwen. En we hebben ook gezegd dat we echt in de zomer of zo nog wel een keer terug willen komen. Ja, of echt in de sneeuw. Dus nu is de sneeuw weg. En die kan er zo weer liggen natuurlijk over een week. Als we iets eerder waren geweest, dan waren we in de sneeuw. Ja. Ja, absoluut. Maar dat hoeft zeker niet de laatste keer te zijn, want die eilandjes die eromheen kun je nog heel veel zien. Ja. Ja, heel gaaf. Maar we zijn nog lang niet klaar met de regio Stockholm, want er is nog veel te zien in de omgeving. Ja. We hebben natuurlijk al een mooie wandeling gemaakt gisteren en een stuk gezien, maar er zijn nog andere eilanden en een nationaal park. Ja, daar willen we eerst heen. Ja, precies. Daar gaan we straks later heen en dan gaan we van de week nog eventjes wandelen. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar. Het schijnt wel heel mooi bos te zijn ook. Ja, en dan zijn we ook bij de kust, want het is een hele grote archipel natuurlijk. Superveel eilandjes, duizenden eilandjes. Het is ook wel gaaf met de boot of zo. Ja, ongetwijfeld. Heel veel moois te zien. Stockholm is voor ons echt een favoriete stad. Vinden we super mooi. Inderdaad, hoog in onze lijst. Absoluut. En laat ook zeker even weten wat jullie van de stad vonden. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ja, absoluut. Ja. Wij zijn geen stadsmensen zoals we vaak zeggen, maar zulke steden, daar worden we echt wel blij van. Ja. Hartstikke leuk om rond te lopen. Vanaf hier gaan wij verder rijden naar het Nationaal Park. Maar dat bewaren we voor jullie voor de volgende vlog. We bedanken jullie voor het kijken en dan zien we jullie hopelijk dan. Doei! Doei!